En dan hier het oer de kazen matten, werd in mei 1940 enorm vochten is tussen het Nederlandse leger en de Duitsers. Een week lang in verhalen oer de Tweede Wereldoorlog doeken. Dat dienen de tweede klassers van het Eres in Boetenpost. Deze week kregen ze bijzondere verhalen te jaren en hierden ze excursies. Van de leerlingen wie het een indrukwekkende tijd. Mijn paken die wie in de oorlog ook een jonkje. En nou ja, als dan al die verhalen juist, dat maakt het wel indruk op die, zeg maar. Doe net, doe wo, doe net. Wat wo hier, worden naar Duitsland afgevoerd. Wat net hier, worden naar huis duwd. Ik vind wel dat naar je generatie dit verhaal altijd bij mij krijgen. En nou ja, dat ze dat... Dat ze dat weer trof vertellen op generatie op generatie. Liek als oorieren waar de wieken afsletten met een krongeslissing bij het oorlogsmonument. Die moet de blete hand een vos uit het hol helikon. Dan zie je de vrouw die jaren pakken tot aan de hand. Stief onder het bloed. Maar ze viel geen pijn meer.